Oh. Nou ja. 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 Het is nog lekker vroeg. Dus ik denk, kijk even de buurt na. Voor de padjes en de kikkertjes en zo allemaal in de teringzooi. Maar. Ja, ik was even bij die putje had ik gekeken. Hier woont zo'n man. En die zegt altijd dat ik raar ben en zo, dit en dat en zo. En toen had ik nog een Dogo Canario Piero. Ja, dat is een hond van 60 kilo en die houdt niet echt van andere honden die dominant zijn. Dus ik zeg tegen hem, nou, mijn hond kan niet met jouw hond. Ah, dat kon wel, dit en dat. Dat was heel apart. Ik zeg, nou, dat doe maar niet, want ik wil het risico niet aangaan. Sindsdien mocht hij me niet. Keek me al een beetje raar aan. Een beetje. En nou is hij lid geworden van mijn channel. En hij zegt me nooit wat. Ja, laatst was ik bezig met de putjes, daar zo bij die kassen. Zegt hij zo, met zijn hond allemaal aan het blaffen was, oh, daar heb je die rare man weer. Ja, raar betekent rare. En rare betekent zeldzaam. Dus, ik weet niet wat. Dus, mezelf is zo'n computerspecialistje. En hij woont in het grootste, duurste huis. En, dus mensen die meestal meer hebben dan een ander, kijken ook meestal neer op andere mensen. Ja, dat is de enige manier. Want anders krijgen ze schuldgevoelens en daar houden ze niet van. Schuldgevoelens. Dus ze zeggen nee. En in India zeggen ze dat vergeving, nou, dan moet je het echt menen. Maar niet zo even van oh, vergeven, klaar, volgende keer beter. Nee, dat bestaat daar niet. Want ze zeggen, het einde van je leven moet je alles wat je gedaan hebt, moet je verantwoorden. Oh. Dus daarom, je leeft eigenlijk achterstevoren. Snap je? Je leeft eigenlijk weer naar het begin. Het begin is dan het einde, snap je, van het nieuwe begin. Of zo. Nou, laat maar zitten. In ieder geval, ik vind het super verdacht, die man. Dat hij lid is geworden van mijn channel. En dat mag maar niet. Dus, beetje tegenstrijdig. Maar ja, ik hou hem in de gaten. Maar zie je, jongens, is buiten de boel weer helemaal dicht vandaag. Oh, god, oh, god, oh, god. Laatst sprak ik een vrouw in Elm zitten. Nee, ik had dat wel gezien. Dus, zo zie je maar weer. Life is a bitch. Doe het ook iets.